Hoi. Ja, ik ben weer terug. Maar je bent nu echt, je bent echt bijna klaar nu, hè? Ja, we zijn helemaal klaar ervoor. Dus ja, en maar wat heb je er een mooie ruimte van gemaakt, joh? Ja, daar hebben we hard gaan gewerkt. Het eerste wat me opvalt is die vloer. Ik kom echt veren binnen. Ja, lekker. Dat is, is dat om de val te breken of is dat om geluid te isoleren? Nee, dat is eigenlijk gelijk als je aan de slag kan gaan natuurlijk. Ja. Dat snap je wel. Ja. Ja, wat, kijk, en hier zie ik gewoon een mooie ruimte met mooie meubels erin. Ja, klopt. Plantjes. Ja, klopt. En een touw, de mooie muren. Dus ja, het ziet er ook gewoon een beetje als een huiskamer uit eigenlijk. Ja, klopt. Ja, wat wij hier willen creëren is dat je natuurlijk hier helemaal kan gaan sporten. Dat je helemaal je levensstijl kan veranderen met sport. En dat je daarnaast ook heel eventjes kan relaxen. Eventjes in de... Dat je heel even een koffietje kan drinken of een theetje of wat dan ook. Dus, De Fit Healthy, is het de Healthy? Hoe spreekt het zelf uit? Nou ja, wij zaten eerst te denken van... ik wilde eigenlijk eerst iets met een boutique. Dus dat een Fit Boutique of wat dan ook. Alleen dat komt ergens een beetje in de naam komt dat terug. En toen dacht ik in één keer, hey, het is wel eigenlijk meer een Healthy. Ja. Dus toen hebben we het eigenlijk een Fit Healthy genoemd. Ja, maar de eerste keer dat ik het opschreef, toen schreef ik, het is en sport, maar het is ook coaching. Maar, ja, wat doe je dan precies? Het staat natuurlijk staat wel een beetje op de ramen en zo, maar ja. Wanneer kom ik nou hier bij jou terecht? Nou, mensen die hun levensstijl willen veranderen op het gebied van sportvoeding en een stukje mindset. Het ziet eruit als de spullen die je ook ziet staan bij een sportschool, dus fitness denk ik dan aan. Ja, ja. Maar het is meer dan fitness. Ja, het is echt een complete plaatje en dat zien we eigenlijk bij iedereen ook wel terug. Ja. Dat die drie dingen, zeg maar, dat die zo nauw in verbinding staan. Ja. Dus vandaar dat wij echt ook alleen op die drie dingen eigenlijk coachen. Maar jij zegt ook wij, en dat zeg ik ook altijd, maar ik schrijf altijd in mijn eentje en dan film in mijn eentje. Maar dat is alleen maar wij zijn de stad. Maar ja. Werk jij met meer mensen of werk je alleen? Ja, ik ga nog met iemand erbij werken. Dus we gaan eerst met z'n tweeën gaan we hier beginnen. En zij is gewoon super tof. Dat is een dame waar je dat mee gaat doen. Wat zeg je? Dat is een dame ook. Ja, klopt. Ja. Dus we gaan hier lekker met z'n tweeën gaan aan de slag. Dus ze is van de week hier ook begonnen. Okay. We zijn nu een klein mini-teampje die heel veel mensen hopelijk op leefstijl kunnen gaan coachen. En zijn jullie ook dan samen de eigenaar of ben jij dat? Nee, dat ben jij echt. Ja, dus ik. Je bent in feite gewoon een... je hebt een medewerker erbij eigenlijk, ja, collega. Dus, ik noem het mijn collega. Ja, dus, precies. Het gaat ook allemaal niet zo in de hiërarchie. Nee. Wat ik ook wel bijzonder vind, want je kiest echt wel voor de binnenstad. En dat is natuurlijk, dan ben je heel zichtbaar. En, maar dat zie je niet meer heel vaak, toch? Volgens mij zijn er in de... Ja, er is natuurlijk de Health Garage. Die is vorig jaar geopend. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook echt wel in het centrum. Ja. Maar is dat een bewuste keuze geweest om hier te gaan zitten? Of kwam het op je pad? Het kwam eigenlijk op mijn pad. Ik zat eerst in Fit for Free in Middelburg. En ik merkte daar toch dat ik ergens tegen mijn plafond aan zat. Daar werkte je in loondienst? Als zelfstandige al. Oké. Okay. En er waren dingetjes dat ik eigenlijk daar niet meer verder kon groeien. En toen kwam eigenlijk dit op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt super vet. Ja. En toen eigenlijk, het is niet over één nacht ijs gegaan natuurlijk. Dus echt wel echt goed over nagedacht. En je ziet het in de grote steden, zie je het eigenlijk ook al. Alleen, hier nog niet in Middelburg. En nou ja, maar dan ben jij de eerste. Ja. Nou, maar we moeten ook een beetje dingen doen die de grote steden ook. En, ja, precies. Maar zijn er dingen waar ik, mag ik daar ook even kijken? Want dit is een soort keukentje. Dat is mijn kantoor. Oh, je kantoor. Oh, met een mooie douche er ook gewoon in. Who runs the world, girls? Is dat zo? Tuurlijk. Uh-oh. Ja, dat weet je toch. Dat was stijlvol. Ja. Dat was strak. Het is een beetje classy, hè? Ja. En wat zag ik hier nou? Wat zijn dat hier nou voor dingen die hier hangen? Dat zijn de TRX'en. Daar werk ik ook veel mee. TRX'en? Ja. Voor rek en strek? Nou, dat niet alleen. Maar je kan er ook veel lichaamsgewicht oefeningetjes op doen. Dus je kan het natuurlijk zo zwaar maken als je wil. En dat doe ik daar ook mee. Ja, okay. Dus je hebt eigenlijk weinig nodig om gewoon een full body workout eigenlijk te creëren. Dus ik ga hier ook met small group aan de slag. Dus het zijn eigenlijk groepjes met 5 personen. En dat kan natuurlijk een mooie uitkomst zijn voor bedrijven hier in de binnenstad. Maar het kan natuurlijk ook gewoon, als je hier binnenkomt en het lijkt je wat...
dan kan je natuurlijk ook gewoon daarvoor aanmelden. Maar is dat, kan je gewoon dus, kan je ook bijvoorbeeld op een proefles komen of zo? Of kan je eens een keer kennis komen maken en gewoon eens een keer... Ja, ik heb eigenlijk met de eerste contact is eigenlijk altijd even de intake. Kijk wat de mensen, wat ze willen. En daar geef ik eigenlijk advies in. Precies, want ze hoeven dus niet meteen een abonnement te nemen of iets dergelijks. Nou ja, het is, ik werk eigenlijk met trajecten. Dus 3, 6 of 12 maanden. En dat werkt ook eigenlijk bij de small group zo. En ik heb natuurlijk ook nog een Power Mama programma. Dus dat is voor mensen of voor vrouwen die zwanger zijn of zwanger zijn geweest. Oh ja. Dus dat is ook een kleine groepjes van 5. En dat is hetzelfde als met de small group fitness. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan heb ik nog één vraag, want nu, we zitten nu op donderdag de 13e, maar jij gaat zaterdag officieel open. Dan heb je ook een soort open dag, toch? Ja, klopt. Ik ben van 10 tot 5 zijn we open. En ik heb dan om 1 uur heb ik een officiële opening. Ik doe even een praatje, dus een klein hapje, een klein drankje erbij. En het is eigenlijk ook gewoon voor de mensen die ik ken, maar ook voor de mensen die ik niet kennen, die mij willen leren kennen. Iedereen is van harte welkom gewoon. Zeker. Ja, precies. Altijd. Op zaterdagmiddag altijd leuk. Nou, als ik in de buurt ben... Ik heb volgens mij heel veel op programma staan, maar als ik in de buurt ben, kom ik ook nog even kijken. Top. En voor de rest wens ik jou gewoon heel veel succes hier en heel veel plezier ook. En ik hoop dat het een mooie florerende zaak mag worden. Ja, dat help jij natuurlijk ook. Ja, thanks. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Hè. Yes.